Hi, ik ben Rob en vandaag wil ik je even laten zien een heel handig zaaghulpstuk voor op de zaagtafel om fotolijstjes op een hele snelle manier exact op maat te zagen. En ja, dat is een heel handig ding. Het is uitgevonden door een Amerikaan, of die kwam op dat idee. En er zijn honderden filmpjes over in het Engels, maar niet zozeer in het Nederlands. Dus ik dacht, nou, voor degenen die dat misschien niet zo goed begrijpen, dan geef ik nu een Nederlandse uitleg. En dat wil ik je nu even laten zien. Oké, gaan we een lijstje maken. De enige maat die een beetje belangrijk is, dat is de maat waar natuurlijk je kunstwerkje in moet vallen. Dus dat wil zeggen, dat is van de lijst, is dat dit binnenhoekje en dit binnenhoekje. En als je die maat hebt, dan past die erin. Dus dat is de maat waarop je moet afzagen. En dit is dan een wat grotere voorbeeld. Even dat goed kan zien. Dat is dit hoekje. Dit hoekje. Dit is belangrijk. Dus als je die maat kan uitmeten direct, dan hoef je maar één keer te meten. Nou is er een hulpstuk en die doet dat. Dus dat is eigenlijk een heel makkelijk hulpstuk, waarbij je eigenlijk maar twee maten hanteert. De lengte en de breedte van je kunstwerkje. En voor de rest heb je met binnen- en buitenmaten eigenlijk niks te maken. Want het is continu hetzelfde. Het is elke keer een 45 graden hoek. Dus vanaf hier tot de volgende hoek, dat is de belangrijke maat. Nou, dit is dan in principe een oude situatie. Dus hoe je dat eigenlijk op maat moet maken voor je schilderijlijstje. Dus bij deze hoek van die spanning, die hier zit, deze hoek, die is belangrijk. Daar komt namelijk het tweede stuk tegenaan. En daar komt dan zo'n stuk tegenaan. In principe. Dus hier vandaan, hier komt je schilderijtje te liggen. Als het ware zo. Dan doe ik hem 2 mm, 3 mm meer. En dan zou je, als het goed is, zou je tot aan dit puntje moeten lopen. Hier. Maar hoe krijg ik dit punt nou op een bewerkte lijst aan de andere kant? Dat is een hele hoop terugmeten en rekenen. Dus ja, dan zou je het misschien op deze manier moeten doen. Driehoek er tegenaan leggen. En kijken waar je uitkomt. Dan hier een markering. En dan hetzelfde truc aan de andere kant. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo eenvoudig, want het ligt nooit echt mooi. Want kijk, dit is helemaal schuin en bewerkt. Dus om hier dan nog eens een keertje een blokhaak of een driehoek op te situeren, ja, dat is niet echt eenvoudig. Weet je wel? En dan inderdaad ook vanaf dit punt hier een schuine streep trekken. En dan zul je hier ergens moeten uitkomen. Het punt wat je dan eigenlijk nodig hebt, die spanning. Dat is met dit systeem, wat ik je zo direct ga laten zien, is dat totaal overbodig. Want die is direct op maat. Dus het enige wat je dan overneemt en wat je afstelt, dat is deze afstand vanaf dit stukje, vanaf de spanning tot dat hoekje. En dat is het gedeelte wat je dan direct afmeet. En dat ga ik je wel even laten zien. Nou, wat je nodig hebt is een platte winkelhaak. Deze is dan 40x30, maar groter is misschien handiger, een 60x40. Maar die ga ik ook nog wel kopen. En een stukje boord. En dat tussenliggende strookje boord, dat is eigenlijk niet nodig. Je kan hem direct op die driehoek plakken. En dat doe ik dan met 10 seconden lijm. En het enige belangrijke wat je nu hebt, is dat het beginpuntje.
van de winkelhaak. Toen hij nog een hele winkelhaak was, want hij is nu in tweeën geslepen. Is dat nul precies aan de buitenkant van je zaagsnede komt. Want dat is uiteindelijk het gedeelte wat je overhoudt waar je lijst komt te liggen. Dus dat is wel belangrijk. Nou moet je niet de fout maken dat je de punt van de winkelhaak, als die nog aan elkaar zit, dat je die precies in het midden van je zaagblad legt. Want dat is niet goed. Dan kom je namelijk de helft van je zaagblad, zaag je te veel van je balk. Want je bent beginnen te meten uit het midden van je zaagblad. Dat moet je niet doen. Je moet meten waar je houdt, wat je over wil houden, waar dat begint. En dat is natuurlijk aan de zijkant van de zaagsnede. De zaagsnede is verlies. Dus als je die punt ver doortrekt, dat die op het midden zit, dan mis je een millimeter, anderhalf, twee millimeter van je maatverdeling. En omdat we die maatverdeling gaan gebruiken, kan dat niet. De maatverdeling telt waar je hout begint. En dat is aan het einde van je blad, of de zijkant van het blad. Dus daar moet je wel eventjes rekening mee houden. En dan natuurlijk onder 45 graden neerleggen. Dus in feite, wat je nodig hebt, dat is een driehoek 45, 45, 90, 90, 45, 45 boord. Of 3 mm, 4 mm. Maakt niet uit waarvan je het doet. Ik heb het zo dun mogelijk gedaan om zoveel mogelijk zaaghoogte over te houden. En je winkelhaak, tubetje 10 seconden lijm. En dan kun je ook altijd nog een stop kun je maken. Maar daar komen we later op terug. Nou, ook die 45, 90, 45 driehoek, het boord. Ja, dat kun je met je puntje in het midden leggen. Of ook er net naast. Dat is niet zo belangrijk. Dat is maar net wat je wil. En houd in de gaten dat je lijst altijd natuurlijk voorbij je zaagscherm kan. Hè? Dus dat zie je hier. Voornamelijk hier in deze hoek. Zie je dat die hier net erlangs gaat, die lijst. Want anders dan komt die scheef te liggen en dan zit die tegen je aanslag van de slede. Dus daar moet je even rekening mee houden. Dus de driehoek moet groot genoeg zijn dat hij in ieder geval er voorbij, een eindje er voorbij komt. Nou, ik zit hem hier ongeveer, dus ik kom er een aardig stukje voorbij. En dit is eigenlijk wel een behoorlijke lijst. Ik denk niet dat ik ze ooit groter zal maken. Ja, ga je die schrijfhaak erop lijmen, waar je even rekening mee moet houden, is dat hij een klein stukje, bij mij is het dan 2 centimeter, dat hij een stukje eroverheen hangt, omdat daar moet je afstandsblok moet daaronder vallen. En dat mag natuurlijk niet boven dat boord uitsteken, want dat is de bodem. Dus hij moet een klein stukje er vanaf liggen. Nou, dit is dan 3 mm en dit is ietsje meer. 3,2 of zo. Dus als ik het met één laagje boord doe, dan schuift hij even zo goed nog. Maar daar moet je wel even rekening mee houden. Dus met het lijmen, dat je een klein stukje eroverheen zit, waar je dat ding aan kan klemmen. Zie je, die aanslag. En dan komt het zo. Zie je? Nou, die 45 graden uitmeten, ik doe het dan met een speed square. Maar je kan natuurlijk met elke 45 graden hoek doen, als je dat wil. En dan leggen we eerst dit, leggen we op 45, boven op het boord. En dan kijk je even of dat inderdaad uitkomt. Mocht dat goed uitkomen, ja, dan kun je natuurlijk altijd hier wat lijm erop gooien. Wat 10 seconden lijm. En het ding erbovenop met een paar gewichtjes. En een minuut later zit hij op zijn plek. En het enige wat je dan nog moet doen, dat is dat je hem op een bepaalde manier op die plek natuurlijk blijft houden. Nou, heb ik eenmaal de goede positie, dan doe ik dat met een soort paspennetje.
Zo'n soort pennetje. 5, 6 centimeter, 4, 5 millimeter dik. Het is maar net wat je hebt. Boor een gaatje en leg hem er dan in. Steek hem erin. Zo. En dan zit hij altijd, ja, zit hij eigenlijk op de goede maat. En dat doe ik ook aan de overkant. Nu heeft hij twee pennetjes. Dus die kan niet meer verlopen. En het mooie is, als deze van aluminium is, in mijn geval is die niet van aluminium, die is van staal. Dus ik heb het met een doorslijper moeten doorhalen. Maar als je eenmaal op de juiste maat legt, en het is aluminium, dan kun je daar direct doorheen zagen met je hardmetalen, met je zaagblad. En met je tungsten tanden. Nou, nu krijgen we de stop. En dat is dit. Dit is dan de stop. Dit gedeelte valt onder mijn liniaal en die valt hier tussen de nylon bout en het onderplaatje. En wat, dat heb ik in elkaar gepopt, maar ja, je kan het op elke manier doen. En dit is dan de 45 graden waar die tegenaan leunt. En die kun je verschuiven op de goede maat. Nou, hier heb ik hem vastgeklemd op de liniaal of op de schrijfhaak. En laten we eens aannemen dat het moet 30 zijn. Heb je hier het streepje 30 centimeter en dan geef ik hem een millimeter of twee meer voor speling tussen het kunstobject en de lijst. Dus hij staat nu op 30,1 centimeter. En dan precies tot je zaagsnede. Dus precies tot dit punt. Dat is dan waar je zaag loopt. Dat is dan 30,1 of 30,2 in mijn geval. En het is belangrijk dat die 0 hier aan het eind, dat die natuurlijk begint aan de zijkant van je blad. Want dan is dat de exacte maat wat je op een gegeven moment hebt afgezaagd. En dat is belangrijk. Oké, nu moeten we sowieso een 45 graden hoek hebben aan de ene kant. Nou, degene die ik aan de linkerkant doe, die geef ik een rood stipje. En een groen stipje voor de rechterkant. Dus we zijn nu bezig aan de linkerkant. Leg hem erop. Maak mijn zaging. En dan kan ik hem aan de andere kant leggen. Zo, tegen de stop aan. Hier in het hoekje, tegen de stop. En dan kun je je tweede zaging doen om hem op maat te krijgen. En dat is dan de rechterkant. Dus we krijgen een linkerkant de hoek en een rechterkant. Nou, ik heb hem hier even op de bank gelegd om het je goed te laten zien en duidelijk. Dit is een goede blokhaak. Die is behoorlijk 90. En nu zie je dat die twee hoeken, de rode hoek en de groene hoek, als ze bij elkaar komen, dat zou ook inderdaad een 90 graden vormen. En dat komt omdat in eerste instantie was de schrijfhaak, die was 90 graden vanaf de fabriek waar ze tegenaan liggen. En toen later, die heb ik zo vastgelijmd. En toen heb ik hem na de rand doorgeslepen. Dus die liggen altijd, deze zijdes van die schrijfhaak liggen altijd op 90. Dus het houdt, als dat gelijkzijdig is of gelijkmatig, en die leg je er tegenaan, dan zal die natuurlijk ook, al is deze hoek 44,9 en deze 45,1, zal dat natuurlijk altijd die 90 graden gaan vormen. Want daar zijn we van uitgegaan. En daarom is dit systeem zo mooi. Dus al maak je een klein foutje in de hoek, dan is dat nog niet zo erg. Bij elkaar wordt het dan toch altijd 90. Want dat was je winkelhaak in het begin. En dat is het mooie van dit hulpstuk. Nou, hier zie je een opstelling. Dan zagen we aan één kant. Ik bedoel, we zagen nu puur aan de linkerkant. Maar het kan ook puur alleen maar aan de rechterkant. Maar wat er nu gebeurt, is het volgende. Deze rode, die kun je maken. Dat is geen punt. Maar, als ik hem nou omdraai in gelijke vlak, kijk, ligt die contra. Dus dat werkt niet. Wat je dan moet doen, is dat je het hout moet flippen. Je moet hem omkeren.
Zo. En dan kun je die tweede zaging maken. Het probleem hiermee is dat altijd, als je elke hoek aan één kant zaagt, heb je nooit meer het voordeel van 44,9, 45,1. Want nu zijn ze misschien alle twee 45,1 of 44,9, want het is dezelfde hoek. Dus als deze hoek niet goed is, is er niets wat het meer neutraliseert. Fout is fout, dat wordt niet meer gecompenseerd. En dat is het voordeel van dat systeem wat ik net liet zien van één aan de linkerkant en één aan de rechterkant zagen. En dan zal dat, als het origineel 90 is, zal dat altijd weer 90 willen vormen. En dat wou ik je even laten zien. Nou, bij mij zou het dan nog kunnen, want deze heeft allemaal gekalibreerde hoeken. En dit is dan de 45 met een paspennetje en een nokkenplaatje. En ja, dat nokkenplaatje kun je verdraaien, waardoor die rail enigszins of een beetje naar binnen of naar buiten gaat als ik die verdraai. Dus of hij gaat een beetje hier naartoe, of hij gaat een beetje meer naar buiten. En zodoende kan ik deze hoek exact stellen op 45. Zie je? Dat is wat hier gebeurt. Maar ja, dat zul je misschien niet hebben, dus ik zou daar maar niet van uitgaan. Dus het mooiste is dat vorig systeem wat ik net liet zien op de sleden, boven dit systeem, van altijd dezelfde hoek aan dezelfde kant. En het dan omdraaien. En trouwens, dat kan niet eens met een bewerkte lijst. Want, wat heb ik dat ding? Oh, hier. Kijk, daar heb je het weer. Deze lijst past wel. Deze lijst kan aan de ene kant, maar de andere kant, dat gaat niet. Want ja, hij is bewerkt en je zou hem eigenlijk moeten omklappen. Dus vandaar dat je dit soort bewerkte lijsten die je aan één kant maar kan neerleggen, ja, dan moet je altijd een links-rechtshoek hebben, anders gaat het niet. Dus voor bewerkte lijsten is dit systeem natuurlijk niet goed. Nou, dit hulpstuk, daar heb ik uiteindelijk een klein foutje gemaakt. Ik heb hier de onderplaat, de basisplaat, die witte driehoek. Maar er zit nog een stukje boord tussen. En dat had er tussenuit gekund. Ik wilde, als ik dikke lijsten deed of hoge lijsten, dat dit genoeg zou dragen, dat het genoeg zou tegenhouden. Maar ook al 3 mm kun je ook doen en die kan er tussenuit. Want ga je hele kleine spanningjes doen, zoals dit, dan zijn ze niet diep genoeg en dan gaat die boven op je sleden liggen. Dan raakt die je sleden niet meer zelf. Dus dat is een beetje een foutje. De volgende die maak ik met gewoon alleen de driehoek en geen tussenlaagje boord. Ja, dus dat is het. Nou, wil je even zo goed een wat hogere liniaal hebben dan wat handig is voor je hele kleine lijstjes. Wat je kunt doen is gewoon een ondervulplaatje. En dat heb ik dan ook een beetje beplakt met schuurpapier. Leg er een ondervulplaatje op. En dan komt die ook hoger. Zie je? Dus nu ligt die ongeveer zo hoog. En als je die weghaalt, dan zakt die er bijna in. Dus ja, zo kun je het ook doen. Dan moet je, als je een stalen hebt, zoals in mijn geval, dan zaag ik dat niet door met het zaagblad van de machine. Maar dat doe ik eerst eventjes met een doorslijpertje. Nou, dat maakt in principe helemaal niet uit hoe groot die sleuf is, want deze lag al op nul. Dus alles wat ik er hier afhaal, dat maakt niks meer uit, want hij is al vastgelijmd met het begin van het puntje, de hoek, vlak naast het zaagblad. Dus wat ik er dan meer uithaal, maakt niet uit. Deze telling, die schaal, die blijft altijd natuurlijk hetzelfde. Dus hoeveel, al haal ik er hier een centimeter uit, die schaal blijft dan toch hetzelfde vanaf de zijkant van je blad. Want hij zit al vastgelijmd. Dus dat even.
Nou, ik hoop dat het een duidelijke uitleg was. En ja, dat je er iets van kan opsteken of kan gebruiken. In ieder geval, ik wil je hierbij hartelijk danken voor het kijken. En eventueel tot de volgende keer. Bye bye!